Het kasteel van Gaasbeek is uit zijn winterslaap ontwaakt. Sinds het begin van de maand staat de poort van het slot opnieuw wagenwijd open voor bezoekers en dat tot 5 november. Het kasteel mag dan al gesloten zijn in de winter, de programmatoren en medewerkers zitten nooit stil. De voorbije maanden hebben ze tijd nog moeite gespaard om Cairo's Castle samen te stellen. Een tentoonstelling om bij weg te dromen en te onthaasten. Je wordt door de manier waarop de werken worden gepresenteerd, ook door de audio, want er is een soundscape die je gedurende heel het parcours door het kasteel begeleidt, uitgenodigd om in een tragere versnelling te komen als het ware. En zoals je weet leven wij vandaag in tijden van stress, burn-out, borderline. En ik denk dat het goed is om daar eens een tegengewicht voor aan te bieden, via cultuur en via kunst. De tentoonstelling heeft dus met tijd te maken. Maar niet met de meetbare klok of kalendertijd die in de Griekse mythologie wordt verpersoonlijkt door de god Kronos. Kairos is zijn minder bekende kleinzoon die de meetbare tijd zo nu en dan onderbreekt. Dat is het moment waarop de inspiratie binnenkomt en waarop dat je jezelf openstelt voor nieuwe ideeën, waarop je de juiste beslissing neemt op het juiste moment. Met andere woorden, de god die je bijstaat op de belangrijke momenten in je leven. Dat is Kairos. En die god van het juiste ogenblik kan voor onverwachte inzichten zorgen die leiden tot momenten van daadkracht en schoonheid. Een bij uitstek artistieke god dus, die zich bijzonder goed thuis voelt in het kasteel van Gaasbeek. We hebben het misschien instinctief altijd al wel doorgehad dat dit het kasteel van Kairos is. Waarom is dat zo? Omdat je hier van het moment dat je de drempel overschrijdt, zal ik maar zeggen, in een ander soort tijdsgevoel komt. Al de dingen die hier ooit in de eeuwen der eeuwen gebeurd zijn, zijn hier ergens nog aanwezig als herinnering, als residu in die oude stenen. Je beleeft het verleden hier simultaan met het heden, maar je hebt de indruk dat je op een plek terechtgekomen bent die eigenlijk buiten de tijd staat. De curator van Kairos Castle is de Nederlandse filosoof en auteur Joke Hermsen. Samen met een team van vooraanstaande binnen- en buitenlandse hedendaagse kunstenaars gaat ze in het kasteel van Gaasbeek op zoek naar sporen van de inspirerende Kairos-tijd. De tentoonstelling loopt tot 18 juni. Ze is dagelijks te bezoeken van 10 tot 18 uur, behalve op maandag.